Ook dit jaar zorgen de examens weer voor een hoop klachten. Via de eindexamenklachtenlijn van het LAX kunnen leerlingen hun klacht achterlaten. Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveld nam een paar telefonische klachten in ontvangst. Hallo, met de eindexamenklachtenlijn met Marja van Bijsterveld. Wat voor klachten komen er nou voornamelijk binnen? Nou, ik heb zelf een aantal klachten behandeld. Eén daarvan was dat een jongen uit Rotterdam aangaf dat hij het Nederlands examen voor de HAVO veel te moeilijk vond. Hij had het gevoel dat hij het VWO-examen had gekregen. Hij zegt, het zal toch niet verkeerd gegaan zijn? Ik zeg, we hopen van niet. Maar ik weet zeker van niet hoor. Dat gaat allemaal heel zorgvuldig. Een andere jongen die had een aantal vragen bij wiskunde B van de HAVO als heel erg moeilijk ervaren. Op hoeveel staat de teller vandaag? We hebben inmiddels ruim 45.000 klachten binnen in de eerste 3 dagen van de examens. Eigenlijk is dat heel erg veel. Vorig jaar kwamen we in totaal op ruim 88.000 klachten, maar dat is dus over 10 examendagen. Dit jaar hebben we zelfs 11 examendagen, dus reken maar uit als het zo doorgaat waar we eindigen. Ja, want zoveel klachten in 3 dagen al, wat is daarvan de oorzaak, denk je? We merken bij heel veel examens dat het gewoon echt te moeilijk is. Vooral bij HAVO Nederlands, waar we heel veel klachten over binnenkrijgen, kunnen scholieren ook echt goed beargumenteren waarom het nou te moeilijk is. Ze zeggen bijvoorbeeld dat het aantal woorden voor de samenvatting te kort was om alles erin te verwerken. Ja, want HAVO Nederlands noem je net al. Wat zijn nog meer vakken waar veel klachten over komen? Daarnaast het MNO-examen, VWO, vonden we relatief veel klachten. Zitten we nu ongeveer op 3000. Lijkt niet heel veel, maar ter vergelijking van vorig jaar is het wel verdrievoudigd. En daarnaast hebben we nog voor de rest het biologie-examen VWO, zitten we ook bijna op 5000 klachten. En wie bellen er nou meer? HAVO'ers, VWO'ers, VMBO'ers? Nee, VMBO'ers bellen nog veel te weinig eigenlijk. Het zijn vooral HAVisten en VWO'ers die aan de lijn hangen. En nou, ik denk dat VWO'ers en HAVisten gewoon wat makkelijker voor zichzelf opkomen. En krijg je ook wel eens telefoontjes over geklaag over docenten? Ja, zeker. Vorig jaar was er bijvoorbeeld iemand die klaagde dat zijn surveillant te knap was. Dit jaar hebben we nog niet heel veel bijzondere dingen over docenten gehoord. Maar gisteren nog wel iets dat een surveillant maar foto's bleef maken in de examenzaal met flits. Dus dat was ook vervelend. Al die klachten die binnenkomen, de teller staat nu op 45.000. Wat vindt u dat ermee gedaan moet worden? Nou, die moeten gewoon beoordeeld worden. Ze moeten voor een deel gewoon geclusterd worden. En dat gebeurt natuurlijk in het systeem ook. Dat is het mooie. En vervolgens moeten ze gewoon gewogen worden. Wat is reëel en wat is niet reëel? We moeten ook natuurlijk wel goed ons realiseren dat we door de media en door Twitter en Hives natuurlijk jongeren ook steeds meer kennis krijgen over de klachtenlijn. En dat natuurlijk ook wel gestimuleerd wordt van, joh, doe jij het ook even, want dan komt het punt scherp in beeld. Nou, met die achtergrond moet uiteindelijk het college van examens ook kijken van wat is reëel en wat is misschien een hype op dat punt geweest. Maar hoe merken leerlingen dat nou, dat er naar een klacht geluisterd wordt? Nou ja, ze merken het gewoon doordat wij altijd iets laten weten. Ze krijgen een bevestiging per mail van het indienen van de klacht. En als we bijvoorbeeld een uitslag hebben over een bepaalde vraag die toch goed gerekend wordt, dan mailen we iedereen gewoon gelijk terug. Dus iedereen krijgt gelijk van ons te horen wat er nou met zijn klacht daadwerkelijk gebeurt. En in uw eigen examentijd, heeft u ook wel eens geklaagd over examens? Nee, daar was ik bij ons helemaal niet bij. Niet? Ja, na afloop in de hal of buiten op straat. Ik met z'n allen stond te moppen van jeetje, dit was moeilijk. Maar toen had je eigenlijk nog helemaal geen klachtenlijn of iets dergelijks. Nee, dat was toch eigenlijk niet aan de orde. Het examen was het examen, je deed het er maar mee.